Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het HAVO-examen van 2024. En dit is alweer de vierde opgave. Die gaat over lithium-ion-accu's recyclen. En je kunt het examen downloaden op Chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Nou, in steeds meer elektrische voertuigen zitten die accu's en daardoor neemt ook het afval toe. En dat moet apart worden ingezameld. Die lithium-ion-accu's noemen ze overigens afgekort LIA's. En de elektrolietvloeistof bevat namelijk de stof LiPF6. En die reageert gemakkelijk met water. En bij die reactie ontstaat lithiumfluoride en de giftige stoffen waterstoffluoride en fosforielfluoride. En daar moeten we de reactievergelijking van geven. Dus LiPF6 gaat reageren met water, H2O. En dan krijgen we volgens de opgave lithiumfluoride. Dus lithium is 1+ en fluoride ionen zijn 1-, dus dat is LiF. En dan ontstaat er waterstoffluoride, HF, en er ontstaat POF3. Nou, en dit moeten we kloppend maken. Dat is heel gemakkelijk te doen door hier een 2 voor te schrijven. Dan heb je de reactievergelijking kloppend. En we hebben hier namelijk 6 fluoratomen voor de pijl. En inderdaad, LiF en POF3 zitten er al 4. En we hebben hier maar 2 haartjes. En na de pijl moet ook 2 haartjes. Dus schrijf je hier een 2 voor, dan heb je de haartjes kloppend, de fluoratomen kloppend en de rest ook. Gaan we naar vraag 18. Je hebt hier een heel stuk tekst, kan je helemaal overslaan. Dus ik ga het ook niet voorlezen. Er staat een taartdiagram van wat er allemaal in zit. Die positieve elektrode van die type LiA bevat een actieve stof met lithium, nikkel, mangaan en kobaltionen. En de verhoudingsformule zien we hier. Maar ben je dat niet helemaal gewend, want je hebt geleerd dat dat eigenlijk geen comma-getallen mogen zijn. Maar dat zie je hier toch. En dan moeten we de molaire massa van uitrekenen. Nou, dat moet je op dezelfde manier doen als je normaal zou doen. Dus 2 keer O, alleen dus nu doe je 0,10 keer kobalt en 0,10 enzovoorts. Dus 1 keer de massa van lithium. Dan hebben we 0,80 keer de massa van nikkel. Dan hebben we 0,10 keer de massa van mangaan. En 0,10 keer de massa van kobalt en 2 keer de massa van zuurstof. En als je het allemaal bij elkaar optelt, dan heb je de molaire massa van die stof. Een aantal leerlingen namen dit samen en gingen daar 0,80 van doen. Maar lithium is eigenlijk, hier staat nog een 1, hè? Maar die 1 die schrijven we niet op. Oké, gaan we naar vraag 19. Afgedankte LiA's zijn vaak nog deels opgeladen en die moeten eerst worden ontladen voor het recyclen. En dat kan door ze in een oplossing van natriumchloride in water te leggen. Beide elektroden moeten contact maken met de oplossing. Leg uit waarom de LiA niet ontlaat in zuiver water, maar wel in water met opgelost natriumchloride. Verwerk in je uitleg het soort deeltjes dat hierbij een rol speelt. Nou ja, zuiver water geleidt geen stroom. Dus, en je wilt die LiA's laten ontladen, dus moet er stroomgeleiding plaatsvinden. En als je natriumchloride oplost in water, dan krijg je ionen, vrije bewegende ionen. En als je die ionen kunnen bewegen, dan kan lading bewegen, kan lading verplaatsen. En dan krijg je dus ontladen van de LiA's. Oké, gaan we naar vraag 20. Een Belgisch bedrijf die heeft een proces ontwikkeld om nikkel en kobalt terug te winnen. Die LiA's worden samen met zand, aluminiumoxide en ongebluste kalk van bovenaf in de oven gebracht. 3 zones met verschillende temperaturen en onderaan komen vaste stoffen met gesmolten metalen uit. Op de uitwerkbijlage staat een tabel over aluminium. Vul de 4 ontbrekende gegevens aan in de tabel op de uitwerkbijlage en geef aan in welke fase de stof aluminium zich bevindt in zone 2. Gebruik figuur 2 en Binas tabel 40. Nou als je in 40a het smeltpunt van aluminium opzoekt, dan vind je daar 933 en het kookpunt is 2792. Dan moet je het omrekenen naar Celsius, want ja, je moet het vergelijken met die zone 2.
En die temperatuur is in Celsius. Ja, dit doe je door er 273 van af te trekken. Een aantal van mijn leerlingen waren heel precies. Die deden 273,15. Je moet er 273 van aftrekken. Dan kom je uit op 660 graden Celsius en 2519 graden Celsius. Nou, in zone 2 is het aluminium boven zijn smeltpunt, dus het is al wel gesmolten, maar onder het kookpunt, dus het is nog niet gekookt. Dat betekent dat het vloeibaar is, dus moet je hier een L invullen. Oké, gaan we naar vraag 21. De hoge temperatuur in zone 3 wordt bereikt door de exotherme reactie tussen aluminium en zuurstof. Op de uitwerkbijlage zien we een energiediagram en we moeten een energiediagram niveau aanvullen. Eens even kijken, we moeten delta E uitrekenen, we moeten het energiediagram afmaken en we moeten die delta E aangeven in het energiediagram en even een klein beetje ruimte maken. Hier zien we dat energiediagram. Nou, delta E bereken je, even kijken, kunnen we hier wel net tussen schrijven. Delta E, dan doe je de energie van de producten min de energie van de beginstoffen. Nou, de producten, dat is dus aluminiumoxide. Maar let wel, dan moet je maal 2 doen, hè? Want die vormingswarmte die zoek je op in je BINAS, tabel 57. En die vormingswarmte die is min 16,76 maal 10 tot de vijfde. Maar dat is joule per mol. En omdat er in de reactievergelijking een 2 staat, moet je dat maal 2 doen. Dat is van de producten minus de vormingswarmtes van de beginstoffen. Nou, daar kan je lang zoeken in de BINAS, want aluminium en zuurstof, dat zijn niet ontleedbare stoffen. Dus die vormingswarmtes die zijn 0. Dus dan kom je uit op even kijken, min 33,52 maal 10 tot de vijfde joule. Dan moet je het uitrekenen per 4 mol. Nou hebben we het voor deze reactie uitgerekend en in die reactie reageert ook 4 mol. Dus dit is ook meteen het antwoord. Min 33,52 maal 10 tot de vijfde joule per 4 mol. Nou, de reactie is exotherm. Dat kon je ook al uit de opgave lezen, want er kwam warmte vrij. En je ziet het hier aan die delta E, want die is kleiner dan 0, dus exotherm. En dat betekent dat het niveau van het aluminiumoxide lager ligt dan van de beginstoffen. En we moeten delta E aangeven, dat is dus van hier tot hier. Dit is delta E. He, dus van het beginniveau naar het eindniveau. Oké, gaan we naar vraag 22. Aan de onderkant van de oven stroomt een mengsel van vaste stoffen en een vloeibare legering van koper, nikkel en kobalt naar buiten. De vaste stoffen drijven op de vloeibare legering en kunnen gescheiden worden van die legering. Dit kun je opvatten als bezinken. Welke stofeigenschap? Dat is de dichtheid. De legering van koper, kobalt en nikkel wordt vervolgens na enkele extractiestappen gebruikt om de nieuwe actieve stof voor de positieve elektrode te maken. Een voorbeeld van zo'n stap is een behandeling met zoutzuur. Hierbij reageert zoutzuur met kobalt tot waterstofgas en een oplossing met CO2+ ionen en Cl- ionen. Geef de vergelijking van deze reactie van zoutzuur met kobalt. Nou, zoutzuur, dat is een oplossing van HCl. Maar zoals je in het hoofdstuk over zuren hebt geleerd, als je HCl in water brengt, dan gaat het meteen splitsen in H+ en Cl-. Dus HCl gaat niet reageren met kobalt. Het zijn H+'en die gaan reageren met kobalt. En daarbij ontstaan CO2+ ionen. En ja, chloride-ionen. Maar ja, die chloride-ionen die reageren helemaal niet mee. Die waren er voor de reactie ook al. En er staat dat er waterstofgas ontstaat. Dus we krijgen H2. En dan moet je kloppend maken, moet hier nog een tweetje voor. En dus dit is de reactievergelijking. Zie je, kun je trouwens zien wat voor soort reactie dit is? Welk type?
En voor de pijl heb je neutraal kobalt en na de pijl heb je kobalt 2+. Dus de kobaltatomen hebben hier elektronen afgestaan. En dat betekent dus dat de elektronen zijn uitgewisseld. In dit geval van de kobaltatomen naar de waterstofionen. Dit is een redoxreactie. Oké, dit was de laatste opgave van deze opgave over die accu's. Wil je dit examen nou downloaden? Kijk dan op chemia.nl. Daar vind je steeds meer examens uitgewerkt in videolessen zoals deze. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.